Laten we de stelling van de week is bij de oren wat. Wout Poels moet naar een andere ploeg voor een rol als absoluut kopman. Marcel, wat zeg jij? Ik zou hem zo laten zitten zoals hij nu zit. Gewoon lekker bij Sky blijven, dan zit hij op zijn plek. Ja. Waarom? Kan hij, denk jij, doorgroeien hier eventueel naar absolute kopman bij Sky? Zoals Froome, Wiggins? Ik denk misschien met wat hij nu heeft laten zien dat dat wel mogelijk is. Ja. Nee, het is natuurlijk ook af. Adrie, wat zou jij zeggen? Waarom zou je absolute kopman willen worden ergens als je bij de beste ploeg ter wereld zit? En je wint de Ronde van Valencia en je wint Luik Bastenaak-Luik. Ja. Zijn niet juist als rennen altijd meer willen en als je dit wint hij, dan... Hij is in het verleden al eens absolute kopman geweest bij Van Kampsalei. Ja. En het is wel inmiddels een andere Wout Poels waarschijnlijk als toen. Maar hij weet hoe dat voelt. En de druk is op een kopman is ongenadig hoog, zou ik bijna zeggen. Dus ik denk dat hij heel goed op zijn plaats is. Ja. Was ook overigens al bezig met verlengen bij de ploeg. Nou, ik las in de krant dat die onderhandelingen nu denk ten positieve van hem volledig opnieuw moeten. Want er mag waarschijnlijk een zak geld bij. Als je Luik wint, dan zal er wel wat geld bij komen. Dat geloof ik zeker. Ja. Ik zei vooraf nog, want Poels is inderdaad einde contract. Tot voor zondag zei ik, nou, als Lotto Jumbo een beetje verstandig met het geld omgaat, zou die daar als kopman naartoe kunnen. Maar dat zeg ik anno dinsdag. Dat gaat er niet horen. Nee. Claudia Bakke die is het dus oneens met de stelling. Ze zeggen ook Sky is de beste ploeg van Wout Poels. Nu gewoon door blijven groeien en dan zal hij het kopmanschap wel krijgen. Hangt natuurlijk wel een klein beetje af van Chris Froome. Maar goed. Mikel Landa, Geraint Thomas, Michał Kwiatkowski. Hij heeft nu deze klassieke periode ook zo goed gereden. Omdat hij niet het kopmanschap kreeg in de Giro. Dat klopt. Ja. Wat eigenlijk aanvankelijk zijn doel was. Hij wilde die Giro rijden als kopman. En daar kwam Landa toen voor in de als werd aangetrokken. Waardoor hij zich waarschijnlijk kon richten op Luik en de Waalse Pijl. Ja, en het voordeel is, hij heeft nu heeft Luik gewonnen. Hij kan straks met de vuist de tafel slaan. Hij heeft nu inderdaad al iets, een woordje te zeggen inderdaad. Ja. En is het natuurlijk meer dan alleen een Tour de France om te winnen. Goed, ja, er kan natuurlijk ook allerlei gekke dingen gebeuren in een Tour de France. Waardoor je in onverwachte situaties komt. Kunt belanden. Michel Cornelissen die met hem heeft samengewerkt bij Van Kampsalei zei ook van nou dit is een renner die kan over een paar jaar wel eens die grote ronde gaan winnen. Het zou kunnen. Ik twijfel. Zie jij dat gebeuren? Ik hoop het van ganse harte, maar ik zie het ook nog niet direct gebeuren. Veel eerder een Dauphiné zo'n wedstrijd. Is natuurlijk ook een prachtige koers. Ja. Tuurlijk. En we moeten het niet vergeten dat er meer dan drie wedstrijden per jaar zijn. Hè? Nee, absoluut. En het is misschien ook wel des Nederlands om altijd maar die grote ronde te ambiëren. Ik zou Wout willen adviseren om vooral te genieten van de overwinning in Luik. En niet te ver vooruit kijken van wat hij nog wil. Tuurlijk over een paar weken weer wel als hij weer in training gaat. Maar dat kopmanschap, wat ik al zei. Hij is bij deze ploeg wordt hij gewaardeerd. Wat al heel belangrijk is, denk ik. En hij krijgt zeker zijn kansen ook. Absoluut. En waarom moet je als kopman in een grote ronde starten om vervolgens 6e, 7e, 8e te worden? Ja. Misschien kan hij net als Poort en Wig toen... Ja, dat zijn legio's. Dat hij gewoon meegroeit. Nee, klopt. Maar dat zijn natuurlijk voorbeelden zat van. Froome die in de Tour van Wiggins... eigenlijk beter is als een kopman in 2000. Vuelta. Ja, maar ook in de Tour. Nee, dat is niet zo. In de Vuelta wel. In de Vuelta, precies. In de Tour had hij één moment waar hij Wiggins kwam lossen bergop. Ja. Had hij misschien 30 seconden weg kunnen rijden bij Wiggins. Maar weet je hoeveel of je verloren in de tijdrit toen ten opzichte van volgens mij anderhalve minuut. Ah. Nee, dat klopt. Nee, dat is zo. Maar goed. Ja, okay. Wat zijn de reacties van... onze kijkers. Er zijn veel reacties. Die zijn het voornamelijk, ook net als de stelling, heel oneens. Hij moet gewoon bij Sky blijven. Oneens met stelling. Wout komt juist bij Sky tot zijn recht. Sky gelooft in hem. Ja. En ook zijn ploegmaats geloven echt in hem. Zoals ook Kwiatkowski die zegt van... ga jij maar, ik zet je af. Doe je ding. Dave Brailsford, de ploegmanager... die gewoon al na afloop zegt... hij is een vaste waarde in ons tourploeg. Hij moet Chris bijstaan in de Tour de France. Zo belangrijk is hij dus al gewoon voor deze ploeg. Het is een eerste monument. Eerste monument pas. Volgens mij waren ze het meest dichtbij nog met Swift... in de Milaanse Remo met twee keer podium. Ja.
voor de rest, ze hebben nooit echt eendagskoersen gehad. Hebben er ook mensen die zeggen hij moet wel overstappen, hebben die gedurfd te reageren? nou, het gaat er, ja, als hij absolute kopman wil worden, ja, moet hij naar een andere ploeg. Dan is het eens. Ja. Maar hij moet naar een andere ploeg om absolute kopman te worden, dan is het weer. Het is maar hoe je die stelling bekijkt. Ja. Ja. Dus ja, wat dat betreft, de uitslag zelf op de poll die we nu hebben geformuleerd, oneens, blijf bij Sky. Ja. Echt ruim 3/4 van de mensen die heeft die mening. Ja. Hij zegt ook met name nu de laatste dagen, als je ziet ook hoe die overkomt in de media. Voor hem weinig aanleiding, denk ik, om te vertrekken ook. Als je hoort hoe hij over de ploeg praat, als de ploeg over hem praat. Ja, nee, nul. Wederzijds respect. Ja, precies. Dat is open deur, maar belangrijk dat voor een renner. Zeker. Ja, heel belangrijk.